Nore, kandelaar, wat mag ik mij daarbij voorstellen? Kandelaar is eigenlijk een kunstexpo in huiselijke sfeer, georganiseerd door 4 studenten. En wij werken eigenlijk alleen maar met jonge artiesten. En het doel is dat zij ja, op hun gemakje kunnen exposeren en dat we elkaar gewoon nieuwe kansen geven. Wat gaat de expositie, wat wordt er geëxposeerd? Dus in totaal hebben wij 8 artiesten en we hebben echt gezorgd voor een gevarieerd aanbod. Zo hebben wij illustraties, maar ook een tattoo-artist die live tattoos gaat zetten. Er zijn beelden die tot leven komen, er zijn meubels die gemaakt worden. Dus er is echt een gevarieerd aanbod aanwezig. Het is een heel gezellige sfeer, die mensen die hier allemaal tentoonstaan. Is dat hun beroep geworden? Dus zoals ik al zei, dat zijn allemaal heel jonge artiesten. Dus een deel van hun studeert nog. Dus dat is hun hobby of ja, gelinkt aan hun studies, gelijk interieurarchitectuur en zo. Maar dat is nog niemand zijn echte job. De werken die we hier zien, wat kunnen we eigenlijk zeggen? Wat springt er eigenlijk uit? Wat is het hoofddetail dat je kunt zeggen, dat moet je gezien hebben? Ik denk dat de heel grote werken van Maxim echt wel in het oog springen. Als je binnenkomt in de zaal, gaan die ook onmiddellijk opvallen. Maar boven hebben we ook nog een zaal waar indrukwekkende werken worden gemaakt. En natuurlijk, als je een keer zot wilt doen, een tattoetje laten zetten, kan je zeker ook niet missen, hè? Zijn deze werken ook dan te koop? Ja, dus de werken van elke artiest zijn te koop, maar als organisatie komen wij daar niet tussen. Dus dat is volledig voor hun en aan hun te beslissen welke prijzen, aan wie enzovoort. Wat willen jullie met jullie organisatie nog verder bereiken? Bij Kandelaar willen we iedereen een gezellige avond bieden, maar het grootste doel is de visibiliteit van jonge artiesten vergroten. Daarom hebben we ook gekozen voor een leuke locatie in centrum Gent. We zitten hier namelijk aan het Zilverhof, aan de brug van de beelden van Walter de Buk.